Werk jij in HR? Ben jij verantwoordelijk voor HR bij jouw organisatie of bedrijf? Blijf dan kijken, want dit is het debat over privacy in de arbeidsmarkt. Je mag niet te veel data hebben, natuurlijk. Maar aan de andere kant, wat je hebt over mensen, bescherm dat goed. Vanaf mei geldt de AVG en de AVG gaat ervoor zorgen dat er in heel Nederland en in heel Europa op een nette, fatsoenlijke en redelijke manier wordt omgegaan met de privacy van mensen. Gegevens moeten rechtmatig, transparant, proportioneel, maar vooral ook behoorlijk worden verwerkt. Weet wat je in huis hebt aan data. Ja, weet waar het allemaal zit. Ja, precies. Ja. En Yvette? Je moet zorgen dat je werknemers getraind zijn. Wat je ziet, en daar is ook onderzoek naar gedaan, ook in het buitenland, dat heel veel bedrijven ook nog niet voldeden aan de wet bescherming persoonsgegevens of de richtlijn uit 1995. En dan heb je een hele inhaalslag te maken. En daarom is die nieuwe wet zo ingewikkeld, omdat je met die zware boetes en dat aantoonbaar compliant eigenlijk je achterstallig huiswerk allemaal nu moet gaan opruimen. Het feit dat er één Europese wet is superbelangrijk. Zeker voor de klanten waar ik mee te maken heb. Allemaal internationale bedrijven die nu ze moeten afvragen in welk land gaan we ons aan de wet houden. Want soms heb je tegengestelde wetgevingen. Dat we nu binnen Europa dat geharmoniseerd hebben is fantastisch. En stelt ons in staat om het veel efficiënter te doen. Dus de dialoog die we moeten hebben is verduidelijking, ervaring opbouwen, inzichten opbouwen, etc. Maar ik maak me geen zorgen dat de AVG een enorme rem zou zetten op innovatie of ondernemerschap. Als werkgever mag je niet doktertje spelen. Dat is een hele duidelijke scheidslijn. Ja. Wat ik wel meeneem uit deze bijeenkomst is dat de autoriteit persoonsgegevens zegt, maar we willen graag in dialoog met de partijen en de bedrijven en de organisaties om hun te helpen en hun van informatie te voorzien in termen van oké, wat ze moeten doen om te, in overeenstemming met de AVG op een verantwoorde manier persoonsgegevens te verwerken. Mijn belangrijkste learning van vandaag is dat het klinkt heel eng, maar die AVG, maar uiteindelijk zijn het toch veel dezelfde normen verpakt in die nieuwe richtlijn. AVG gaat zorgen voor meer digitaal vertrouwen.